De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft afgelopen woensdag een rapport uitgebracht over de eerste coronagolf in 2020. Vooral in de verpleeghuizen zorgde het coronavirus voor een stille ramp. In het rapport wordt pijnlijk duidelijk hoe de ouderenzorg te laat op de politieke radar verscheen. En dat heeft grote gevolgen gehad. We werden een beetje overgeslagen in het begin. Alle aandacht was gericht op de ziekenhuizen. En voor de verpleeghuizen was eigenlijk niks geregeld. Wij hadden geen beschermingsmiddelen. Dat hoefde ook niet, zei men. Dus ik denk dat we zwaar ondervertegenwoordigd waren in alle gremia die daarover besluiten namen. Met als gevolg dat er veel besmettingen kwamen. En ja, dat kan je ook lezen in dat rapport. De helft van het aantal mensen wat is overleden in die periode kwam uit de verpleeghuizen. En u zegt dat heeft echt te maken met die beschermingsmiddelen die er voor ons niet waren? Ja. Ik had het er net nog even nagekeken, maar wij hadden volgens mij in 2020, en dat is voornamelijk in het begin natuurlijk, hadden we bijna 200 besmette bewoners gehad in dat jaar, waarvan de 36 zijn overleden. Dan is het, ook als ze in een verpleeghuis wonen, gewoon onaangenaam als dit dan uiteindelijk de doodsoorzaak is. Ja, want als hadden jullie die beschermingsmiddelen wel gehad, hadden die slachtoffers dan voorkomen kunnen worden? Dan hadden er, als we ze vanaf het begin hadden gehad, dan hadden er een aantal van die slachtoffers zeker voorkomen kunnen worden. Met de versoepelingen op komst merkt Ben de Koning dat er ondanks het OVV-rapport opnieuw weinig rekening gehouden wordt met de ouderenzorg. En je gaat dan nu versoepelen dat niemand eraan denkt van, en bij die verpleeghuizen moet dat op dezelfde manier als in de rest van Nederland. En dat men ons had kunnen helpen door te zeggen van, ja, wacht eventjes, landelijk spreken we af dat we het zo gaan doen. Nu moeten wij weer tegen bezoekers gaan zeggen, sorry, u komt er niet in. Als u geen maskertje opdoet, gaan we gewoon zeggen, wij verlangen van iedereen die binnenkomt, masker op, tot eind maart. In de hoop dat we het aantal besmettingen zodanig weten te beperken, dat er ongeveer net zoveel mensen besmet raken, want dat vermijd je nooit, als de mensen die aan de achterkant weer hersteld zijn nadat ze besmet zijn.